Augustus 2023. Voor de Belgische spaarder wellicht een historisch moment. Na jaren van zeer lage opbrengsten op uw spaargeld, kon er plots een waardig alternatief geboden worden. Dit dan nog komende van de overheid zelf, onder de vorm van de staatsbon. Massaal werd erop ingeschreven. 22 miljard vloeide van de banken naar de staatsbon. Nu zijn we een jaar verder. Is vastgoed een beter alternatief? Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Wat we wel kunnen is leren uit de geschiedenis. Kijken naar de omgevingsfactoren en kijken op lange termijn waar de opportuniteiten zich voordoen. Vandaag gaan we een vijftal redenen gaan bekijken waarom vastgoed eventueel beter kan zijn dan andere producten. Looptijd. Investeren op lange termijn, daar staat vastgoed uiteraard voor. Met een vastgoedinvestering leg je je rendement vast voor verschillende jaren of zelfs decennia. Bescherming tegen inflatie, misschien wel de belangrijkste. En misschien wel het grootste voordeel dat vastgoed te bieden heeft ten opzichte van andere beleggingsproducten. Hoe kan vastgoed nu u beschermen tegen inflatie? Die bescherming is tweeërlei. Enerzijds heb je het meerwaardepotentieel dat straks aan bod komt. Maar anderzijds, de huuropbrengsten zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex. Jaarlijks kunnen de huuropbrengsten een beetje geïndexeerd worden, zullen zij een klein beetje stijgen. Dit is een natuurlijke bescherming tegen inflatie en ook de beste bescherming tegen inflatie. Het meerwaardepotentieel. Vastgoed stijgt immers in waarde. Zelfs de ergste tegenstanders van investeren in vastgoed dienen te erkennen dat de prijsstijgingen van de afgelopen decennia constant en indrukwekkend zijn. Zullen deze prijsstijgingen zich verder zetten? Wat ons betreft is het antwoord eenvoudig ja. Het gefboom-effect. Met een eigen inspanning van bijvoorbeeld 100.000 euro kun je al makkelijk een appartement kopen van 300.000 euro mits daar de juiste leading aan te koppelen. Op het einde van de rit, na 15 of 20 jaar, hou je een appartement over dat is afbetaald in principe grotendeels door uw huurder. Het principe dat je je eigen geld koppelt aan een lening, dat heet het hefboom-effect. Als laatste punt wil ik het met u hebben over het risicoprofiel. Vastgoed heeft een veel stabieler rendement. De kans op minderwaarde bij vastgoed is kleiner dan de kans bij minderwaarde op aandelen. Het gevecht om uw spaargeld barst stilaan los bij de banken en de beleggingsadviseurs. Vooraleer u klakkeloos uw centen opnieuw investeert in een beleggingsproduct, kijk eens of een lange termijn belegging via vastgoed geen oplossing is voor u. Wij bij Vlaming staan u graag met raad en daad bij in alle stappen van dit proces.